laatste marge van de Lotto Cycling Cup. De dames die vertrokken zijn ter hoogte van de wielerpiste Sportpark De Vrede. Voor de geneutraliseerde start, dat ziet u daar op de beelden, de livestream beelden die u ook gedurende de ganse wedstrijd verloop met ons hier van aan de aankomst kan volgen. Alle deelnemsters die deze voorbije manches van de Lotto Cycling Cup gekleurd hebben, zijn ook aanwezig. En zij zitten nu in de geneutraliseerde fase. Weldra gaat de vlag naar beneden en dan kunnen de dames de wedstrijd aanvatten. De dames die we trouwens na 17 kilometer voor de eerste maal hier aan de streep passage zien maken. We zitten dus nog altijd in de geneutraliseerde fase van de wedstrijd. Van zodra we hier wat exemplaren over het aantal deelnemsters ter handen krijgen, dan geven we u dat uiteraard mee in deze laatste marge van de Lotto Cycling Cup hier ter gelegenheid van Steenhuizen Koersen. Als we het heel eventjes mogen afronden, de grote prijs Sophie de Vuist. De winnares van de Brabantse pijl. De dame die ook hoge toppen scheerde in de Giro d'Italia. Met enkele mooie ereplaatsen. Daar ziet u op de beelden onder het goedkeurend oog van de koersdirectie. Gaan we straks de officiële start krijgen. Dat is na wel geteld een viertal kilometer. In Sint-Lieve-Zoutem, daar beginnen ze eraan. Dan zijn ze vrij snel via Herzelen, Wouwbrechtegem, Sint-Lieve-Zessen. Komen ze dan hier na 17 kilometer de eerste passage afwerken aan de streep. ...159 deelnemsters die de wedstrijd van 118 kilometer in totaal gaan afwerken.
We zitten nog altijd in de aanloopfase, de officiële start ter hoogte van Iveco Kammer Trucks. Daar wordt de laatste manche van de Lotto Cycling Cup officieel op gang geblazen. Eerst nog wat door de smalle steegjes en straatjes zich een weg banen. Deze 159 deelnemsters. En dan kunnen we het officiële gedeelte aanvatten. Zoals gezegd, ter hoogte van de Iveco Kammer Trucks. Daar gaat de vlag officieel naar beneden. En dan kan de wedstrijd beginnen met best wel aangemaan parcours, hoor. Met de Berendries en de Eikenmolen als scherprechters. Daar waar de wedstrijd wellicht kan openbreken. En daar waar de favorieten ook hun rol van betekenis kunnen gaan opeisen. Het aftellen kan beginnen naar de officiële start. 118 kilometer in totaal. Dat is het afstandenpakket dat deze dames op deze 17 augustus, deze laatste manche van de Lotto Cycling Cup, krijgen voorgeschoteld. Voilà, beste mensen, de laatste meters in de geneutraliseerde fase van het startgedeelte. Alvorens we ter hoogte van Iveco Kammer Trucks de dames officieel van start laten gaan in deze laatste manche. Goed voor 118 kilometer over een bijzonder geanimeerd parcours. Met na een half uurtje de doortocht hier aan de streep, dan hebben we de grote ronde, maar daartussendoor komen ze hier ook nog eens langs. En dan gaan we richting onder meer Berendries Eikenmolen. Om dan nadien, mogen we het tweede gedeelte noemen, jawel, nog enkele plaatselijke rondes af te werken. En u kan uiteraard ook live de beelden met ons hier van aan de streep aanschouwen. Voilà, de vlag gaat weldra naar beneden. Ter hoogte van de Iveco Kammer Trucks zijn ze vertrokken. Onze dames voor de laatste manche van de Lotto Cycling Cup. En u mag stilaan vooral niet het uurwerk uit het oog verliezen. Dat is wat ik eigenlijk wou meegeven, want na 17 kilometer, beste mensen, dan gaan we ze een eerste keer hier mogen aanschouwen aan de streep.
We zien de aanvangsfase, beste mensen, van deze laatste manche. Met na 17 kilometer passage hier aan de streep. Flanders Ladies Classic. Sophie de Vuist. Met twee dames die al meteen proberen wat animo te brengen in deze prille aanvangsfase van het wedstrijdgebeuren. We zijn met het voltallige peloton van 159 deelnemers, beste mensen, aanbeland in Herzele. Dat is echt in de prille aanvangsfase na enkele luttele kilometers ver. Dan gaan we zo richting Wouwbrechtegem, Sint-Lievesesse en dan na 17 kilometer, 16,9 om precies te zijn, krijgen we hier de eerste passage aan de streep.
We zien één dame die een poging onderneemt om toch wat dames mee vooraan te krijgen in die aanvangsfase in de aanloop richting de streep. Na het afwerken van de eerste 17 kilometer zal dat worden. Dan krijgen we ze terug na een goede 5, 26 kilometer. En pas dan gaan we de grote tour op, letterlijk en figuurlijk. Want dan gaan we richting Berendries, richting Eikenmolen. Daar waar ook de punten kunnen worden bij elkaar gesprokkeld. Die respectievelijk dan later gehuldigd worden met de truien van deze Lotto Cycling Cup, deze laatste manche, de Flanders Ladies Classic, Sophie de Vuist. De dame aan de leiding, inderdaad, van het Jos Ferron Lady Force Team, Marieke van Witsenburg met het nummer 104. Die in de prille aanvangsfase dus probeert wat dames mee vooraan te krijgen. Voorlopig moet ze in haar eentje opbeuken tegen de wind die wellicht toch wel een bepaalde rol van betekenis kan spelen. Op die lange open vlaktes die eigen zijn aan dit prachtige parcours. Weldra dus na 17 kilometer om precies te zijn maken we een eerste keer. Of heten we ze beter een eerste keer welkom hier aan de streep. Dat zal ze zich misschien wat beklaagd hebben dat ze nu in haar eentje die poging onderneemt. Ja, moet ze daarmee aanvangen. In de aanvangsfase heel eventjes onder de schouder doorkijkend of te zien of er andere dames zijn die proberen in haar spoor mee te gaan. Om dan de eerste noemenswaardige ontsnapping van de dag tot stand te brengen. Voorlopig is zij de dame die weliswaar de eerste ontsnapping van deze Flanders Ladies Classic Sophie de Vuist achter haar naam mag schrijven. Dat is Marieke van Witsenburg van het Jos Ferron Lady Force Team. We zitten nu ter hoogte van Sint-Lieve-Zessen. Dat is na wel geteld een twaalftal kilometer ver. Om dan later via Steenhuizen komen ze zo naar de streep. Met nog altijd onze eenzame leidster in de prille aanvangsfase van deze slotmanche van de Lotto Cycling Cup. Aan de leiding in de afzink. We gaan ons weldra opmaken, beste mensen, voor die eerste doortocht. Met de dame dus aan de leiding. Kijk, nog altijd in de afzink zitten we. We gaan weldra Steenhuis binnenkomen. En dan gaan we ze hier verwelkomen. Deze omvangrijke groep met deze dame aan de leiding. U ziet daar ook de naam verschijnen op het scherm. Marieke van Witsenburg. Dat is ze. Zij van het Jos Ferron Lady Force Team die aan de leiding rijdt in de eerste
aanvangskilometers van dit gebeuren. Van deze Flanders Ladies Classic, Sophie de Vuist. Voilà, beste mensen, de eerste wagens melden zich voor de eerste doortocht na een 17-tal kilometer, 16,9 om precies te zijn. Met onze dame aan de leiding, eens kijken welke tijdsverschil we daar kunnen opkleven na 17 kilometer wedstrijd. We zitten in die laatste kilometer, weliswaar voor de streep, met onze dame aan de leiding. Dat is na exact 17 kilometer. En dan doen we er nog een tiental bij. Dan gaan we ze voor de tweede keer hier verwelkomen aan de streep. En pas dan gaan ze de grote ronde aanvatten. Dat is ongeveer een 40-tal kilometer. Dan gaan we richting Brakel, richting de bekende hellingen. Daar waar de wedstrijd ook kan openbreken. Voilà, stilaan moet ze zich een weg banen naar de streep in de afzink in die eerste kilometers die eraan zitten te komen. De leidster momenteel in deze laatste manche, daar komt ze met het nummer 104, Marieke van Witsenburg. We drukken heel even de chrono in
bij die eerste doortocht. Heel even de chrono in. Bij die eerste doortocht. Even kijken wat de voorwacht van het peloton ons vertelt. We zitten nu op wel geteld 40 seconden moet het worden. 40 seconden en daar is de voorwacht van het pak bij de eerste passage. 40 seconden, 40 seconds voor de bunch. Hier komen ze door, het peloton. Met uiteraard ook Sophie de Vuist daar in de voorste gelederen van het pak. Naar aanleiding van haar Flanders Ladies Classic Sophie de Vuist trofee. De laatste manche van de Lotto Cycling Cup. 40 seconden, dat zijn de eerste wapenfeiten die we u kunnen meegeven, beste mensen. Dat is na 17 kilometer verre. En dat staat allemaal achter de naam van Marieke van Witsenburg. We duiken nu met het pak en vooral ook met de dame aan de leiding richting Opasselt. Waar we naar de eerste bergprijs gaan, de Gapenberg. Dat is na exact 22,9 kilometer.
We zitten in de afzink in die eerste twintigtal kilometer van deze laatste manche van de Lotto Cycling Cup. Daar waar ook de eerste punten van de bergprijs liggen, aan de Gapenberg in Opasselt is dat. Daar gaat deze dame aan de leiding naartoe, 40 seconden hier aan de streep. Dat was het tijdsverschil dat ze liet optekenen. Het is een beetje een bizarre situatie voor deze dame aan de leiding. Die wellicht niet goed weet hoe ze daar nu moet mee omgaan. Moet zij doorrijden en verder haar wedstrijd rijden, dat tempo proberen te onderhouden. Het ziet er wellicht naar uit dat het die richting uitgaat, want 40 seconden. En we zien dat daar momenteel niet veel reactie in het pak zit. Dus zij zal wellicht nog een tijdje aan de leiding rijden in dit gebeuren, in deze Flanders Ladies Classic. Sophie de Vuist, want zo noemt deze integraal de laatste manche van de Lotto Cycling Cup. Voilà, we zitten in de laatste kilometers, weliswaar naar die eerste helling. Daar waar de punten voor de bergprijs te rapen gaan vallen. Wellicht voor de dame dus aan de leiding, nog altijd. Dat is Marieke van Witsenburg. De dame van het Jos Ferron Lady Force team. Op die brede grote weg richting de Gapenberg in Opasselt zijn we dan met de karavaan. En dan duiken we terug via de Gentweg, de Tolstraat, om dan de tweede passage mee te pikken. Dat is na exact 25,8 kilometer. En dan gaan we de grote ronde aanvatten. Dan gaan we richting Zottegem, Oosterzeelen, Zwalm en zo ook Brakel. Daar waar de Berendries en iets verderop de Eikenmolen liggen te wachten. Hier komen ze op die eerste pittige strook van dit wedstrijd gebeuren. De Gapenberg, die helling met 750 meters, een gemiddeld stijgingspercentage, 4%, maar er zijn wel stukken die net iets meer uitlopen. Daar waar deze dame meteen haar vorm kan
bijstellen. Daar waar de eerste punten voor de bergprijs worden uitgereikt aan de dame aan de leiding. Eén dame van het Jos Ferron Lady Force team, Marieke van Witsenburg, is haar naam met het nummer 104. En dat is na allemaal 22,9 kilometer. Dat is de dame aan de leiding. Zij is daarboven aan die eerste helling van de dag. Eens kijken op die mooie beelden, want daar komt de reactie. Eén dame die het peloton heeft verlaten op zoek naar de leidster in deze laatste manche van de Lotto Cycling Cup. Het is uiteraard een ideale springplank, die Gapenberg, om daar naar de dame aan de leiding toe te rijden. We kijken eens wie hier probeert de kloof te maken in de afzink richting de streep. Maar we zien dat het peloton lang uitgerekt in die afzink na de Gapenberg terug ook deze dame tot de orde gaat roepen. Dat is mijn inziens geen 40 seconden meer. We gaan dat terug nog heel eventjes opnemen als ze hier aan de streep voorbij komen. Dan gaan ze nu in de tegenovergestelde richting naar de streep. Dat is dus na 25 kilometer wedstrijd. Weer aan de aankomstzone met deze 159 deelnemende dames in de laatste manche van de Lotto Cycling Cup. We gaan nog eens kijken naar het verschil, want we hebben toch gezien dat daar vooraan in het pak dat ze deze dame niet zomaar laten gaan. Er komt wellicht reactie en dan is de tweede of die grote ronde de ideale springplank om de dame terug tot de orde te roepen. Dan hebben we het uiteraard over Marieke van Witsenburg. Zij in die laatste hectometers, want dat is het, daar gaat ze straks weldra opdraaien richting de aankomststrook. En dan gaan we ze uiteraard nog wel eens een applaus geven, beste mensen, want zij is de dame die de wedstrijd openbrak. Daar zitten we in het centrum, dat draaien we op en dan komt ze onmiddellijk naar de streep. Voilà, links opdraaien. Dat venijnig stukje daar naar de aankomstzone. Ze is nog altijd aan de leiding na een 25-tal kilometer. Marieke van Witsenburg, zij gaat als eerste de grote ronde in Luiden. Voilà, hier komt ze. Aan de leiding met uw applaus uiteraard in de laatste manche van de Lotto Cycling Cup. Maar daar is ook de voorwacht al. Dus zij gaat meteen tot de orde geroepen worden. Dit zijn de dames van het Park Hotel. Jawel, zij gaan meteen Marieke van Witsenburg bijbenen. En dat na 25-tal kilometer wedstrijd. En zo gaan we dus naar de grote ronde waar de wedstrijd volledig
opnieuw herbekeken moet worden. De eerste speldeprik die hebben we genoteerd achter de naam van Marieke van Witsenburg. Maar zij staat op het punt om ingelopen te worden door de voorwacht van het pak. En het zijn voornamelijk de ploegmates van het Parkhotel Valkenburg van Sophie de Vuist die de wedstrijd naar hun hand zetten en dus die de situatie rechttrekken, zullen we maar zeggen. En dat allemaal na 26 kilometer.
We hebben gezien in die aanloop van de grote ronde dat Marieke van Witsenburg terug tot de orde is geroepen. En de wedstrijd die nu kan gaan openbreken na 26 kilometer. Deze laatste manche van de Lotto Cycling Cup. Waar we op zoek gaan naar de opvolgster, Severine Herro. Dat was de dame die hier vorig jaar het zegenbaar wist te maken. Twee dames zien we daar die proberen het haaspad te kiezen. Met eentje van de ploegmaters van Sophie de Vuist. In de aanloop van die grote ronde. Na 30 kilometer wedstrijd, dus noteren we de naam van Marieke van Witsenburg. We vragen heel eventjes aan Stefan als hij onze oproep hoort om eens tot aan de microwagen te komen. Waarvoor dank. Sint-Lievezesse, Herzele, Zottegem, Oosterzele. En zo gaan we richting Strijpen en Zwalm. Dat maakt allemaal deel uit van de grote ronde, beste mensen.
Aan de rechterkant is dat de bus links, maar het is beschermd door de mobiele zijngever. Ja, dus één dame die naar Marieke van Witsenburg toegereden is. Succesvol. Met daarbij ook het nummer 84 van de Top Girls Fassa Bortolo. Dat is Martina. Tof van in, dat is, of dat zijn beter gezegd, de twee dames momenteel aan de leiding. De eerste bergprijs van de dag, daar kunnen we ook al uitsluitsel over geven wat betreft de top 3. Marieke van Witsenburg die op de Gapenberg als eerste doorkwam voor het nummer 187 op die deelnemerslijst. Als Kirstie van Haften van Healthmate Ladies Team en de Sophie de Vuist zelf. Zij kwam daar als derde door in haar Flanders Ladies Classic, Sophie de Vuist. Momenteel. De twee dames aan de leiding. Dat is het wapenfeit, het wedstrijdfeit. En dat allemaal in die grote ronde. We zijn een goede 30 kilometer ver. We gaan ze nu heel eventjes vaarwel zeggen. Want het is een 40-tal kilometer dat het omvat. Na een goede 65-tal kilometer. Dan gaan we ze terug verwelkomen hier aan de streep. En dan kunnen we stellen dat we het tweede gedeelte van de wedstrijd gaan aanvatten met die plaatselijke rondes. Maar eerst gaan we dus uitkijken wat er allemaal zich gaat afspelen in die grote ronde. Waar we onder meer richting Berendries trekken, waar we richting Eikenmolen trekken. Daar zou in principe de wedstrijd moeten gaan openbreken. En daar verwachten we ook wel het nodige vuurwerk van de favorieten die toch mee deel uitmaken van dit wedstrijdgebeuren. Er zijn er heel wat hoor, van een sterke formatie van de Dolcini van Eiksport. We hebben de Lotto Soudal Ladies en uiteraard ook van de Sophie de Vuist, het Parkhotel Valkenburg en alle anderen die daarbij zitten. Ook heel wat Italiaanse met onder meer Marta Tagliaferro van Hightech Products. Dat is toch ook een naam die we moeten aanstippen op het deelnemersveld. Heel wat interessant volk dat zich gemeld heeft voor deze laatste manche van de Lotto Cycling Cup. We hebben voorlopig dus de twee lijsters. Dat ziet u ook op de prachtige beelden die we doorkrijgen hier aan de streep in deze Flanders Ladies Classic. Sophie de Vuist.
Tijdens de grote ronde willen we uiteraard ook de aandacht schenken aan alle belangrijke partners van dit gebeuren. Met dank aan de mensen van Iveco, Kammaert Trucks, Mirre, Milde, de koppelrik uit Voorde, Derito, Ramen en Deuren, Jelly, Snacks en Events. Ook de mensen van Topco en DDS Service, net als Luc Callebaut. Willen we graag een woordje van dank toerichten in naam van het organiserend comité, de mensen van Steenhuizen Koersen. En dat allemaal terwijl we met de rensters onze initieel 159 gestarte deelnemers op pad zijn in die grote ronde. U ziet dat ook op de mooie beelden die we doorkrijgen met de twee leidsters. Ja, zij proberen om de wedstrijd wat open te breken. We geven nu nog wat de namen mee. Marieke van Witsenburg van het Jos Ferron Lady Force team met in haar kielzog het nummer 84. En dan moeten we gaan kijken bij de dame van Top Girls Fassa Bortolo. Dan hebben we het over Martina Tofanin. Nog voor een actie.
gaat naar 24 seconden. De wedstrijd die in die grote ronde zit met nog altijd de twee leidsters in de aanloop naar de Berendries. We kijken heel eventjes mee en daar ziet u ook op het bord, dat is een 40-45 tal seconden. We gaan u tussen de beelden door ook wat interviews geven die opgenomen zijn door de collega-speaker daar aan de startzone. Die komen er ook aan. Die geven we u tussendoor wat mee in de aanloop naar de Berendries. Daar hadden we de coureur altijd de peloton met al 5 seconden. Wat te zeggen. Wat te zeggen. Maarten, ja? Van een interview op dat. Het komt mee even recht zijn als het opstaat. Een dame van het Dolcini van Eiksport die we ook heel eventjes... Ja, als je erbij, dan gaan we even bij Jesse langs. Gisteren Kelly gewonnen in Haasdonk. Dus zoals ze er blijkbaar zeer tevreden mee. En jij, wat brengt het seizoen nog voor jou de komende weken? Vandaag deze koers en dan iets anders dan een paar weken deze koers op te gaan. En wat is gaan we zien met heel komt. Wil je wachten op een spurtzegetje voor jou ook? Ik denk dat het een lange koers gaat worden en dat er een klein peloton naar de avond gaat gaan. Dus ik hoop dat het goed koers. Ja, en we trekken ons aan de resultaten van de familieleden nog eens even op ook. Ja, zeker. En mijn broer is vandaag juist final Duits kampioenschap, dus ja. Dat is ook heel mooi natuurlijk. Dat is ook heel mooi en ik heb hem dinsdag nog tweede zien worden in Temse en toen baalde hij, want die werd geklopt door Ethan Vernon. Dus dat kan gebeuren. Hè. Ja, dat kan zeker, maar dat is de koers niet helemaal. Hè. Voilà. In ieder geval veel succes met het team. Voilà, we zijn daar in een van die bredere wegen terug, terwijl we nog de woorden hoorden van Kelly Druits, ook zij, die deel uitmaakt van de toch wel sterke formatie Dolcini van Eyck, met ook een Mieke Doks erbij, met Severin Hérault, met Pascal Jolan, Saartje van de Broeke, Kim de Baat en Brioni van Velzen. Dat zijn de ploegmates van deze dame in de formatie. 40-45 seconden, daar spreken we over. Dat zijn, wat is het tweede wapenfeit dat we u kunnen meegeven na die aanzet van Marieke van Witsenburg, die de eerste 20 kilometer, de openingsrondje, voor haar rekening nam, maar dan in de afzinkgezelschap kreeg van de Italiaanse Toffanine Martina. En daar krijgen we ook een mooi beeld van het pak dat zich breed over de weg uitspreidt, allemaal naast elkaar. Het is eventjes wachten, de wedstrijd die wat gesloten zit. Deze laatste manche van de Lotto Cycling Cup met de twee vooraan. En hier is het zo wat kijken, hoe gaan we met die situatie om? 40-45 seconden, twee leidsters. Als ze uiteraard hier wat ploegen de krachten gaan bundelen, dan zou het wel heel snel kunnen gaan. Maar dat beeld... laat dat niet concluderen. Allemaal wijd over de weg gespreid in de aanloop richting Berendries. Dat is ook een helling die de mensen van de organisatie in dit parcours verwerkt hebben. Die komen we tegen na 51 kilometer wedstrijd. En dan gaat het 6 kilometer later ook richting Eikenmolen. Daar zullen misschien de tenoren van deze laatste manche hun duivels ontbinden. Voorlopig de situatie. Twee leidsters dan op een 40-45 tal seconden volgens de laatste wapenfeiten die we hier op de beelden zien. Het volledige pak breed over de weg uitgespreid. Thank you.
we zien toch in die grote ronde op dat prachtige beeld, op die mooie brede wegen, dat de twee toch wat van hun boni aan het inboeten zijn. Het peloton dat op de voet staat, op die pittige hellingen die eigen zijn aan dit prachtige parcours, om de twee toch tot de orde te gaan roepen. En zo wordt een van de scenario's die we voor ogen hadden wellicht bewaarheid, dat ze aan de voet, aan de flanken van de Berendries alles terug bij elkaar vatten. En dan kunnen de favorieten al meteen de pace gaan indrukken. Daar het pedaal gaan gas geven op die Berendries. Kijk, we zien daar op dat beeld dat het pak stilaan de twee terugroept. De aanvalspoging. Ze moeten de numerieke meerderheid ondergaan. Langzaam maar zeker gaat het peloton de twee dus terug tot de orde roepen. En zo, op enkele speldenprikken na, moeten we bekennen dat de wedstrijd nog altijd moet openbreken. En dan gaan we naar, ja, wat is het, ongeveer 45, 50 kilometer. De Berendries die daar zit te wachten, de afzink. Daar gaan we nu naartoe op die iets wat bredere weg. En dan is het meteen menes. Ja, serieuze regenbui dat de dames daar moeten trotseren in de afzink van de tweede bergprijs richting Brakel Michelbeke. En dan weet u het wel dat de Berendries, de befaamde Berendries, zit te wachten. Ook op deze twee die momenteel worden ingelopen. Ja, zij hebben zich getoond in het eerste wedstrijdgedeelte, althans de eerste 40, 50 kilometer. We zitten daar nu in de afzink richting de Berendries. Met het voltallige peloton de wedstrijd opnieuw te herdoen. Na die twee speldenprikken. Met dank aan Marieke van Witsenburg en ook de Italiaanse van Top Girls Fassa Bortolo, Martina Tofanine. Zij hebben de wedstrijd gekleurd. En dan gaan we richting de Berendries. Dat kan u ook op de beelden hier de livestream aanschouwen. Daar kan het beginnen. Daar kan het spel op de wagen geplaatst worden. Wie durft het al aan om meteen een kloof te slaan? Het is uiteraard nog vroeg. We zitten aan, volgens de technische gegevens, op kilometer 51 van de totaal 118 af te werken. Maar het kan wel een ideale springplank zijn om een eerste echte ontsnapping tot stand te brengen. Die komt eraan. De Berendries, kijk eens aan, met dat gemiddelde stijgingspercentage van 7,2%. Daar moeten uiteraard ook de favorieten naar voorkomen.
een drietal kilometer zijn we nog verwijderd naar de befaamde Berendries. De Rekelberg die we zo net nog in beeld kregen, dan gaat het zo via Borgveld, Boembeke, de Heksteelstraat, om u wat meer details mee te geven. In de afzink naar de tweede bergprijs, want ook daar zijn opnieuw punten te verzamelen. En voorlopig krijgen we dus nog altijd het voltallige peloton. Dat is de laatste info dat we u ook op de beelden kunnen meegeven. De twee die terug tot de orde zijn geroepen. Ja, de twee die de openingsfase van deze laatste manche van de Lotto Cycling Cup hebben geanimeerd. En nu is het wachten op de volgende aanvalspoging van de dag. Ja, in het geheugen. En Wiele Verhaal heeft dat ingekaderd onlangs op het internet. Een mooi verhaal van jou daar met de overwinning in de Lotto Cycling Cup in Erpenmeer. Schitterend, hè? Ja, zeker. Dat was heel mooi. En ja, ik hoop natuurlijk vandaag weer iets leuks kunnen neerzetten voor mezelf, voor de ploeg. Ja, iets heel anders. Ook anders dan vorig jaar. Dus even afwachten. Ja. Meer klimmen is toch iets minder... een sterke punt, maar ja, we zullen zien of ik kan overleven en ik voel me goed, dus we zullen zien. Je weet maar nooit en je voelt je goed in jezelf dat je hier kan meekoersen bij dit team, hè? Ja, zeker. Het is een leuke ploeg en dat ze mij deze gelegenheid geven dat ik hier kan starten, ben ik heel erg dankbaar voor. Oké, in ieder geval veel succes met jullie team, alsjeblieft.
In de afzink zitten we op de iets wat gladde wegen, zien we op de mooie beelden, de livestreambeelden. Aan de voet van de Berendries. Even kijken welke ploegers daar aanstalten maken om toch wat gaan door te trekken en wat aan de boom gaan schudden. Zien we daar dames van Park Hotel met Sophie de Vuist op de beelden. Als we straks iets wat gaan inzoomen, dan kunnen we daar uitsluitsel over geven. Maar het zou wel eens kunnen dat Sophie de Vuist daar als eerste in haar gelijknamige grote prijs is aan de boom gaat schudden. Is gaan polshoogte nemen om te kijken naar de tenoren, naar de competitie. Naar zij die misschien straks ook mee het verschil kunnen maken. Hup, daar zitten we pal op de Berendries. Met onze rensters. De Berendries die een gemiddelde stijgingspercentage van meer dan 7% laat optekenen. Er zijn serieuze pieken bij hoor. Kijk, daar zijn wat dames die flink wat aan de boom gaan schudden. Is dat Sophie de Vuist? Het zou wel eens kunnen dat zij probeert het kaf van het koren te scheiden. Het is nog vroeg hoor, maar dit is wel het ideale, het uitgelezen moment om een select gezelschap naar voren te sturen. Even kijken op de beelden. Dat is Sophie de Vuist. Dat is het Park Hotel die daar als eerste in haar geliefkoosde omgeving aan de boom gaat schudden. Terwijl de regen daar naar beneden gutst op die flanken van de Berendries. Krijgen we een beeld van de achtervolgers. Daar is er nog een dame die probeert haar wagonnetje aan te plakken bij die twee vooraan. Daar op de top. Dat is na 51,2 kilometer. Niet vergeten, 6 kilometer verder gaan we richting Eikenmolen. Kijk, daar komen we op de grote baan. Dan gaan we weer opdraaien en dan is het meteen Sint Maria Oudenhoven en dan zo via Sint Maartenslierde in die grote ronde komen we na exact 57,8 kilometer de Eikenmolen tegen. De twee met Sophie de Vuist. Krijgen we nog wat volk mee in de slipstream in de aanloop naar de Eikenmolen. Op die brede lange wegen. Van zodra we het materiaal doorkrijgen, geven we u uiteraard ook de uitslag mee. De top 3 van de bergprijs daar op de Berendries. In, kijk eens aan, mogen we toch stellen, gure weersomstandigheden, wind en regen, die het de dames niet makkelijker ommaakt. In die smalle steekjes gaan we richting Eikenmolen. Is de volgende helling, zoals we eerder al zeiden, na exact 57,8 kilometer. Voorlopig zien we twee dames die daar in iets wat hectometers genomen hebben op de voorwacht van het pak.
Het zou mooi zijn uiteraard als we heel eventjes mogen vooruitlopen op de feiten dat de winnares van de Brabantse Pijl ook deze Flanders Ladies Classic naar haar naam Sophie de Vuist hier achter haar naam mag zetten. Dit zijn momenten waar zij het verschil kan maken en waar uiteraard haar de wedstrijd iets wat gunstig gezind moet zijn, dat dat in de juiste plooien valt. En dan kan je met een select gezelschap verder de finale gaan kleuren. Daar zijn we nog niet aan toe, maar wel het tweede gedeelte. Dat moet wat meezitten daar op die stroken die haar bijzonder goed liggen. Richting Eikenmolen. Die twee kuitenbijters van formaat die deel uitmaken van de grote ronde van een 40-tal kilometer. Dan later in het tweede wedstrijdgedeelte krijgen we nog die vijf plaatselijke rondes. In de afzink zitten we in de Bontestraat die ons brengt in Sint-Maria-Lierde. Heel eventjes die brede weg, die steenweg aandoen om dan pal op te draaien. En dan staat meteen die Eikenmolen daar te wachten. Daar waar ook de derde maal de bergprijs wordt opgenomen. Ja, voorlopig is dat nog altijd Sophie de Vuist daar. Dit is een iets wat tegenvallend moment voor haar in de zin dat er geen dames zijn die proberen dat kloofje te dichten. Want dan moet ze nu in haar eentje alle natuurlijke krachten gaan trotseren. De regen en de wind in de aanloop van de Eikenmolen. Ja, dit is een moeilijk moment met, voor Sophie de Vuist in die zin. Hoe ga je daar nu in godsnaam mee om? We zijn een goede 50-tal kilometer ver. Het is nog halverwege wedstrijd zitten we. En in de achtergrond is er voorlopig op de prachtige beelden die we doorkrijgen niemand die probeert aansluiting te zoeken. Daar in de verte helaas krijgen we geen verbinding door van de Radio Tour. Dus we moeten het stellen met de beelden en afgaand op als we gaan inzoomen welke dames we daar vooraan krijgen. Maar één feit staat vast. Het is wel degelijk Sophie de Vuist die aan de leiding rijdt. Zij heeft gepoogd om wat volk mee naar voren te brengen in de aanvangsfase van de Berendries. Nu op die iets wat gladde venijnige kasseien richting Eikenmolen. Kijk, daar komen we op de steenweg. Daar kunnen we misschien op het beeld afgaand eens kijken wat de voorsprong is. Wanneer de voorwacht van het pak daar naar voren komt.
Ja, Sophie die wat omkijkt. Eén dame die probeert op die steenweg. Er is toch wel al serieus aan de boom geschud hoor. Kijk, daar op die beelden in de verte zien we dat. Dit is een select gezelschap. Dat zou natuurlijk in het voordeel kunnen spelen van Sophie de Vuist. Kijk, helemaal achteraan, daar in de verte. Daar komt de rest van het pak. Dus de Berendries die heeft toch voor al wat opschudding gezorgd. Beide dames. En nu is het uitkijken naar de Eikenmolen. Het zou goed zijn voor Sophie mochten de dames daar in de achtergrond zo snel mogelijk aansluiting krijgen. Voilà, we zijn op de Eikenmolen. Daar draaien we op. Dan krijgen we meteen die muur. Want het gaat vrij stijgen hoor. De Eikenmolen met Sophie de Vuist. Met 5,9% gemiddeld stijgingspercentage. Een kuitenbijter van 300 meter lang. En dat allemaal na een kleine 60 kilometer ver. Het voordeel van de winnares van de Brabantse pijl, dat is dat ze uiteraard de omgeving kent als geen ander. Dat ze haar krachten kan consolideren, dat ze perfect beredeneerd kan verder gaan. Want ja, daar zit ze nu in haar eentje. Af en toe is onder die schouder doorluren of er tegenaanvalsters op komst zijn. Maar voorlopig is dat niet het geval.
geweest, dan neem ik wel een top. We hebben helaas geen verbinding met Radio Tour, maar we hebben wel de prachtige beelden. Daar waar de lens nu wordt schoongeveegd, daar waar Sophie de Vuist aan de leiding rijdt, beste mensen, in de Flanders Ladies Classic. Sophie de Vuist, zij die de iets wat gure weersomstandigheden, de buien, de, ja, hoe noemen we het dan, Auguste Grillen, moet trotseren en gaat kijken. Want dit is uiteraard geen ideale omstandigheid voor haar, in haar eentje opbeuken tegen dat natuurgeweld, dat weet zij ook wel. Zij die uiteraard hoopt dat er nog wat reactie komt uit de achtergrond. En zo niet meteen alle krachten moet gaan maximaliseren. Want dit is een prachtig parcours, dat weten we uit het verleden, uit de vorige edities, maar dat eist uiteraard ook zijn tol, zeker wanneer je daar in je eentje moet opboksen. Ze heeft nog minder dan een tiental kilometer te gaan. Dan gaan we ze nog eens een hart onder de riem steken, dames en heren, als ze hier passage maakt aan de aankomst. Dat is na 68 kilometer. Dan kunnen we stellen dat we de plaatselijke rondes gaan aanvatten. Het zou mooi zijn mochten we ook iets doorkrijgen over de boni. Ze wordt daar wel al beschermd door de neutrale wagen. Dus ja, die enkelingen, die individuen die we daar zagen eerder op dat beeld op die grote steenweg, die ja, slagen er momenteel niet in om naar Sophie de Vuist toe te rijden. Dus zij is momenteel heer en meester in haar grote prijs. En dat na halverwege wedstrijd. De Bergprijs op de Eikenmolen met Sophie de Vuist en Kelly van den Steen. Dat zijn de dames die daar als eerste doorkwamen. Daar in de afzink, langzaam maar zeker, komt Sophie de Vuist terug naar de streep voor de volgende passage. Dan kunnen we de lokale rondes gaan aanvatten. Nou, kijk, dat moet afgaand op de beelden en de wagens die we daarachter zien, zeker meer dan een halve minuut zijn.
Ja, 1 minuut en 2 zien we daar op het beeld van de notar voor Sophie de Vuist, de Boni. En dat halverwege wedstrijd bijna kunnen we stellen. Ja, ze geeft niet veel keuzes, beste mensen. Ze moet in haar grote prijs, in die laatste manche van de Lotto Cycling Cup, doorrijden. Met die 1 minuut en 2 Boni die ze heeft. Zoals eerder al gezegd, het voordeel dat ze heeft is dat ze deze omgeving als geen ander kent en perfect weet te doseren. We zien daar ook de uitslag op de Eikenmolen met Sophie de Vuist die daar als eerste doorkwam met Kelly van den Steen en met Franziska Koch. Zij die daar één puntje meesleept op die Eikenmolen, daar waar ook de punten voor de GPM te verdienen waren. 1 minuut en 2. Volgens het beeld op de motaar is de situatie voor de leidster in haar Flanders Ladies Classic, Sophie de Vuist. 1 minuut en 2 voor deze dame. Voilà, de eerste wagens die doorkomen hier aan de streep. We gaan ze aanmoedigen, beste mensen, want ze zal het dubbel en dik kunnen gebruiken. Sophie de Vuist in haar grote prijs in het tweede wedstrijdgedeelte die er zit aan te komen. De plaatselijke rondes die we voor u nog in petto hebben en ook voor de rensters. Nog 5 in totaal, 5 plaatselijke rondes. U mag gerust allemaal eens buiten komen, beste mensen. En deze dame die ondanks alle tegenslagen bijzonder knappe resultaten heeft laten optekenen dit wielerseizoen. Zij rijdt aan de leiding met 1 minuut en 2. Hallo Roel. Ah, ja, we rijden direct op haar. Ik heb moeilijk dat ben op de baan op de motto. We willen nog van achter zakken. Met dank uiteraard ook aan de mensen die ons via de livestream deze prachtige beelden tonen van het verdere wedstrijdverloop. Daar waar Sophie de Vuist in slipstream van de piloterende wagens richting Steenhuis rijdt. Daar steekt ze de steenweg over. En dan zitten ze, wat is het, 1 kilometer verwijderd van de streep. We gaan ze bijzonder goed aanmoedigen, dames en heren. In haar grote prijs rijdt ze aan de leiding bij het inluiden van het tweede wedstrijdgedeelte, zullen we maar samenvatten. De 5 plaatselijke rondes. Het zou meer dan 1 minuut bedragen. We gaan dat hier aan de streep opmeten in de afzink. De laatste hectometers alvorens ze hier doortocht maakt. En dan heeft ze nog 5 plaatselijke rondes af te werken. Dit is uiteraard een huzarenstukje van toch nog een 60-tal kilometer.
dat ze in haar eentje moet opboksen. Op dit toch best pittig parcours hoor. Die de mensen van de organisatie mee hebben opgenomen. Maar dat oogt het allemaal net iets mooier. Zit stilaan aan de kerk. Daar gaat ze links opdraaien. En dan nog één keer de bocht maken. En dan gaat uw applaus weer klinken. Uw aanmoedigingsapplaus, dames en heren. Want dat zal ze kunnen gebruiken op haar tocht. De Flanders Fields van Sophie de Vuist. Die er aan zitten te komen. Daar zit ze aan het centrum. Daar gaat ze links opdraaien. En dan komt ze naar de streep en gaat uw applaus luid weer klinken voor de dame aan de leiding. Nog 5 lokale rondes voor Sophie de Vuist, die meer als 1 minuut zou hebben. Ja, 1 minuut en 5 wordt bevestigd. En zo moet ze die plaatselijke rondes aanvatten. Hier komt ze, nog 5 rondes te gaan, Sophie. Met 1 minuut en 5 wordt ons gemeld. 1 minuut en 5 seconden. We gaan kijken of dat bewaarheid wordt. Er is niet veel keuze voor haar. Het tempo onderhouden. Ja, hier komt reactie hoor. Dit is 22 seconden. Dit is 22 seconden. Ook voor deze dame van Lotto Soudal. Die aan een ijzersterke partij bezig is. Kelly van den Steen. Dat zal ze graag horen. Sophie de Vuist dat deze dame op komst is. Ja, die was ook al bijzonder sterk op die eikenmolen. Ook daar kwam ze mee bij de eerste naar boven. En dit is natuurlijk een ideale situatie voor Sophie. Die wellicht wat gezelschap kan gebruiken in die, dat tweede wedstrijdgedeelte. Kijk, daar is het pak. Ja, dit is 1 minuut en 6 seconden. 1 minuut 6 seconden. 1 minuut 6 seconds. Still 5 local laps to go. En nog eens dan 5 toeren à parcourir. Met hier in de voorste gelederen. Heel eventjes kijken. Eentje van Heldmeet is dat. 185. Die waterreus in de voorste gelederen. Maar u ziet dat die Berendries en de Eikenmolen zijn tol al heeft opgeëist. En dat daar de eerste scheurtjes worden vertoond. In dat pak van de initieel 159 gestarte dames. Een interessante ontwikkeling bij het ingaan van de lokale rondes. We hebben Sophie de Vuist aan de leiding. Dan is, mogen we dat stellen, jawel, Kelly van den Steen op komst op 22 seconden. En het peloton dat volgt op inderdaad 1 minuut en 6 seconden. Hier komen nog wat, heel wat renners door. Dat is op 2.35. 2 minuten 35. 2 minutes 35. Kijk eens aan. Ja, die gure weersomstandigheden die hebben echt wel aan de boom geschud. Ja, kijk eens aan, het peloton volledig uit elkaar gereten. 3 minuten en 30 seconden. 3 minuten 30, 3 minutes 30 seconds voor dit groepje. Het parcours in combinatie met de weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat dit een echte Flandriaan koers wordt, de Flanders Ladies Classic.
Sophie de Vuist, zij aan de leiding. 22 seconden. We gaan nog eens op de livestreambeelden aanschouwen. Kelly van den Steen die op komst is. Ze doet er goed aan, Sophie, om dat gezelschap te gebruiken. Wat op figuurlijke adempauze te komen. En zo die 5 lokale rondes aan te vatten. Straks hebben we ook de eerste rush bij die volgende passage. Kijk, hier nog heel wat rensters die doorkomen. Dat is al op een ruime achterstand, hoor. Helemaal uit elkaar gespat in dat tweeluik Berendries Eikenmolen. En dit is het resultaat, beste mensen. Een zware wedstrijd, mede door die weersomstandigheden, hard gemaakt, schuur gemaakt. Twee dames die daar voorlopig het best mee omspringen. Dat is Sophie de Vuist en de dame van Lotto Soudal Ladies, Kelly van den Steen met het nummer 15. Zij volgt, ze is er nog niet bij, want dat kan u op de beelden aanschouwen. Maar het zou bijzonder goed zijn mocht Sophie het gezelschap krijgen van de dame van Lotto Soudal Ladies. Straks van een ander wat mee door te schuiven, zijn wij een beetje alles kwijt. Wij zitten nu terug achter het grote peloton. Van de voorzitters op 1-0-5. Met peloton avec le président Curie à 1 minuut 5. Vijftien seconden. Dat is het verschil tussen Sophie de Vuist en Kelly van den Steen. Dit is de voorlopige situatie op haar domein, op haar gebied, op haar wegen. Sophie, je zou er goed aan doen om heel eventjes wat in te houden en deze dame jouw gezelschap te laten bezorgen. Dit kan helpen in de tientallen kilometers die er nog aan zitten te komen. Want het moet gezegd, nu de Berendries en de Eikenmolen en de Gapenberg
achterwege zijn, is het toch nog ook in die lokale rondes best pittig. Hoor, u ziet dat op een van die beelden in die smalle steegjes die deze omgeving eigen zijn. Dit zijn kuitenbijders die erin gakken. Hoe langer de kilometers vorderen, hoe moeizamer dat wordt. En u merkt dat ook Kelly van den Steen, die niet van de minste is, die toch ook moeilijk heeft om dat gaatje dicht te rijden. Hier aan de streep 22 seconden, volgens de laatste wapenfeiten 15 seconden zou het zijn. Maar ze moet uiteraard ook zien dat ze zichzelf niet gaat vergaloperen. Met commissaris 3 en de ploegleiders volgen nu op 1.47. De peloton, heb ik commissaris 3. Jullie geven de kippa 1 minuut 40. So in front we have still the number 231, Sophie de Vuist. At 30 seconds, the number 15, Kelly van der Steen. The first peloton with the president of the jury at 1 minute and 8 seconds. The second peloton with the team leaders, 1.47. Collega's, er loopt een top als we links afdraaien aan het tabelletje. Dus laat maar iets weten met een top loopt. Laten we dan nog een afstand uit het peloton? Ja. Klaar voor onze groep. Top. 10 minuut 14. Achterstand van de groep met de voorzitter van de jury. 1 minuut 14. Retard de groep, de president jury. 10 minuut 14. Op minder dan 3 kilometer zitten we van de volgende passage. We kijken heel even op de technische gegevens en dan zien we ook dat er punten te verdienen zijn voor het Russisch klassement. Ja. Kelly van den Steen, die alle registers moet opentrekken, die toch ook moet zien dat ze zich niet vergaloppeert. Want hoe langer dat duurt, dat gaat uiteraard ook in de hoofden spelen. Nou, als je dat kloofje niet meteen kan dichten, dan wordt het best moeilijk. Maar dat betekent ook wel dat Sophie er een bijzonder strak tempo op nahoudt. Waar zijn we nu? Op een 2-tal kilometer wellicht van die volgende doortocht. Dan hebben we er nog 4 lokale rondes voor u in petto. Francisca Koch, de team Loving Potatoes. En ik weet dat we nog even beschuldigd, want de fotofinish of de filmpjes worden nagekeken. We gaan nog eens.
33 seconden krijgen we nu door. De rush die er aan zit te komen op 4 ronden van het einde. Maar dat zal allemaal gemakkelijk zijn in die zin dat Sophie de Vuist nog altijd aan de leiding rijdt voor Kelly van den Steen. Ja, zij die toch haar eigen wedstrijd kleurt en hier nogmaals bevestigt tot welke prestaties deze dame in staat is na haar toch bijzonder mooi jaar met al die prachtige ereplaatsen. Daar waar ze toont dat ze best behoort tot de top in het elite dames. Zij die zich hier uiteraard in haar eigen grote prijs wil laten opmerken. En dat doet ze momenteel met verve, al is het nog lang hoor. We zitten op 4 lokale rondes van het einde. Die komen er weldra aan. De punten voor de rush, ook die gaan richting haar adres. Peloton 1 en peloton 2 is 25 seconden. Ook lekker aan de peloton A en de peloton 2 in 25 seconden. We gaan ze nog eens aanmoedigen. We zitten op 83 kilometer wedstrijd bijna, dames en heren. Dat is toch nog ruim 30 kilometer dat ze moet opboksen in haar eentje. Want we zien dat Kelly van den Steen niet echt bij machten is om zo meteen dat gaatje dicht te rijden. 33 seconden hoorden we. We gaan eens kijken. Er komt een rush aan. We zitten op 4 ronden van het einde. En uw wielerapplaus gaat nog eens weer klinken hier aan de streep. Daar waar de finish ligt van deze laatste manche van de Lotto Cycling Cup Flanders Ladies Classic. Sophie de Vuist die zelf aan de leiding rijdt. Daar komt ze naar de streep op 4 ronden van het einde. 33 seconden zou het zijn op Kelly van den Steen. Peloton volgt op meer dan 1 minuut, Sophie. We gaan eens kijken wat het tijdsverschil is van Kelly van den Steen. De dame van Lotto Soudal Ladies, daar komt ze. Zij die als tweede hier doorkomt aan die rush op 4 ronden van het einde. Ah, dit is 40 seconden Kelly. 40 seconden is de achterstand op Sophie de Vuist. Maar petje af voor haar prestatie. Zij die dat toch onderneemt. En dan is daar al het pak. Het eerste gedeelte althans. Dat zal op 1 minuut zijn ongeveer. 1 minuut. 1 minuut. 1 minuut. Zijn dat waar stoorzenders. Jawel. Van het parkhotel van de formatie van Sophie de Vuist. En dan ook nog wat dames van het Lotto Soudal. Kijk, dit is een heel kleine groep hoor. Van de initiële 159 gestarte dames. Nancy van der Burg, dat is de dame die als laatste hier als derde doorkwam en zo nog wat puntjes meepikt in die rush. We zitten op 4 ronden van het einde. Hier komt de rest van het uit elkaar gereten deelnemersveld. Nog een groepje, dat is nog een vrij omvangrijke groep. 1 minuut 50 seconden, 1 minuut 50, 1 minuut 50. En we zitten ook met deze groep op 4 ronden van het einde. Ja, kijk eens aan, een groepje van 33 achtervolgsters. Ja. Deze wedstrijd kan wel een bijzonder eigenaardige wending gaan krijgen. Op iets meer dan 30 seconden zitten we daar nog altijd met
Sophie de Vuist aan de leiding. En dan 40 seconden. Ik vrees een beetje voor de inspanningen van Kelly van den Steen. Dat zij zich iets wat vergaloppeerd heeft op dat pittig parcours. En dan zal zij wellicht terug gegrepen worden door dat eerste groepje. 33 rensters hebben we daar nog geteld. En kijk, nu is het verder wachten op de rest van het deelnemersveld. Op 4 ronden van het einde zitten we. Heel wat rensters die op ruime achterstand zijn teruggeslagen. En dat heeft alles te maken met de krachtexploten van Sophie de Vuist. Daar waar we het verwacht hadden, op de Berendries en de Eikenmolen. Daar heeft ze voorlopig haar slag thuis gehaald. Hier is nog een groepje, maar dat is al op ruime achterstand. Ook voor deze 4 minuten achterstand. Kat minuten, 4 minutes delay. Op 4 ronden van het einde zitten we. We gaan nog eens kijken naar de gelaatsuitdrukkingen van vooral de dame aan de leiding. En dan hebben we het over Sophie de Vuist. Zij rijdt nog altijd in haar eentje. Het is doorgaan, dat is wat ze moet doen. Doseren met de krachten. Op nog een goede 30 kilometer van het einde. Want het heeft er alle ogenschijn naar terwijl er hier nog een groepje doortocht maakt. Dat is allemaal op een kleine 5 minuten van de leidster Sophie de Vuist. Gaat zij erin slagen, dan is het uiteraard nog wat voorbarig, want we zijn nog vroeg. Gaat zij erin slagen om haar grote prijs hier mee toe te voegen aan haar palmares? Ja, kijk, daar zien we dat beeld. Hè. Kelly van den Steen, met dank aan de mensen die ons deze prachtige beelden voorzien. Zodanig dat wij u dat ook kunnen meegeven. Zij wordt terug tot de orde geroepen door de voorwacht, door dat select groepje. 33 in totaal, meer was het niet. Ja, alles wat nu passage maakt, alle deelnemers, is einde van de wedstrijd. Uiteraard de tijdsverschillen zijn te hoog opgelopen. En op de beelden ziet u ook al dat Kelly van den Steen terug tot de orde wordt geroepen. Zij is er niet in geslaagd om dat gaatje waar we op 15 seconden was genaderd tot Sophie de Vuist. Nee, ze heeft zich meer dan vergaloppeerd. Dat is geen schande hoor, maar zij wordt teruggegrepen door dat eerste achtervolgend groepje. Wij gaan nog eens luisteren naar een van de interviews die onze mensen verzorgd hebben aan de startzone. Einde wedstrijd voor alles die nu naar de streep komt. Einde van de wedstrijd, end of the race. Fijne zet pruiven, end of the race, einde wedstrijd.
for the women cycling, and they offer many races. So it's always good. Yeah. You're thankfully, and we are thankfully that you are being there every race. I think you've got the 90 races. I think you've done it all. I think. No, unfortunately not. You cannot do every race. No? And was before the nationals, I was at home in Germany to prepare. And then I missed two races, and I think I missed in total 4 or 5. So, yeah. All right. Wish you good luck with the team today. Eh? Thank you. Daniela Kaas on the lady. Uitstekende koers, goede bezetting. Wat gaat dat vandaag opleveren voor jou? Nou, we zullen het zien. Vandaag is wel een hele andere koers natuurlijk. Veel zwaarder. Maar ja, we zullen zien of ik nog een goede vorm heb. Ja, we gaan hopen dat je de goede vorm te pakken hebt. En we duimen voor jullie team van Jan van Aken. Succes! Ja, Sean de Kool vorige zondag mee op het podium in de Madison Classic. Schitterend in de spurt, jongens. De volgende ronde op Peking, die moeten we nog krijgen. We gaan naar het volgende team. We gaan naar het team van Dolcini van Export. Wat zit er hier? Twee interview. De winnares van vorig jaar en
Dankjewel om ons dit nog heel eventjes mee te geven, want we hebben helaas geen verbinding met de Radio Tour, dus we moeten het doen met de tijdsverschillen die we doorkrijgen als ze hier aan de streep passage maken. 34 seconden. Ja, dit wordt een huzarenstukje hoor. We zitten op 3 ronden van het einde. Tja, het is inderdaad vuurweer. Ja, we gaan Sophie de Vuist nog eens aanmoedigen, dames en heren. Want het zou 34 seconden zijn. We gaan eens kijken of dat hier bevestigd wordt aan de streep. En het is toch nog altijd 30 kilometer wedstrijd. Dat spreiden we dan nog over die 3 plaatselijke rondes. De punten van de rush, die heeft ze achter haar naam. Maar daarvoor is ze niet naar hier afgezakt. Nee, ze wil deze uiteraard toevoegen aan haar lijst, aan haar indrukwekkend palmarès. Deze Flanders Ladies Classic, Sophie de Vuist. Inderdaad. Ze komt er weldra aan in die laatste hectometers. Dit is Flandria weer. We zitten op 3 ronden van het einde. We gaan ze aanmoedigen, beste mensen, want ze zal het kunnen gebruiken. Sophie de Vuist, die er vandoor is gegaan, daar op het tweeluik. Daar aan de voet van de Berendries. Daar heeft zij haar duivels ontbonden. De hamvraag is, gaat ze dit succesvol kunnen afronden? Het zal een huzarenstukje worden. 34 seconden op 3 ronden van het einde. Kom aan, Sophie, dat is het enige wat we jou kunnen meegeven op jouw trip. Nog 3 ronden. We gaan eens kijken wat het wordt. We hebben de chrono ingedrukt. We lopen mee. 20 seconden. Zijn ze dichter aan het komen. Dat select groepje, die achtervolgsters, wat is het hooguit. Nog 30 dames in de achtervolging. Daar zijn ze al, 35 seconden. Dat zal het zijn, 35 seconden, 35 seconds. De rush die er ook aankomt, er zijn nog punten te verdienen. Nog 3 ronden, nog 3 ronden. We zien daar ook, ja, Severine Hernot, niet onderschatten hoor. Ook zij in tweede stelling zit er nog bij. We gaan niet te veel vooruitlopen op de feiten. Maar 35 seconden op 3 stuks en dan de rest. Dat zal een bekeken zaak worden voor vandaag, want daar gaan de tijdverschillen de hoogte ingaan. Moet uiteraard ook wat meezitten in zo'n wedstrijdverloop. Dat kan Sophie aan de lijve ondervinden vandaag. En dan kunnen we nog eens wat veronderstellingen gaan meenemen. Had Kelly van den Steen er in haar opzet geslaagd om bij Sophie te komen, dan zou het wellicht een ander beeld zijn geworden. Maar dat is het voorlopig niet. 35 seconden, dat is de boni die ze heeft op de achtervolgsters. En kijk, de rest, dat loopt allemaal op tot ruim 2 minuten en meer voor de achtervolgsters die er nog zitten aan te komen, die nog in wedstrijd zijn. Twee minuten, 30 seconden, 2 minuten 30, 2 minutes 30 seconds for this group. Ook op 3 ronden van het einde zitten we met deze dames.
Steenhuizen koersen waar we stilaan in de finale zitten met Sophie de Vuist, de dame die we uiteraard en die de organisatie ook had aangestipt. Dat zien we graag. Die haar duivels ontbond op de Berendries en nu in haar eentje de klus moet proberen vol te maken. We danken uiteraard ook heel wat partners, Brouwerij van den Bossen. Dames die nu naar de streep komen, dat moeten we heel eventjes meegeven. End of the race, einde van de wedstrijd. Het is afgelopen voor de dames die zich nu melden. End of the race, einde van de wedstrijd. Fin de cette épreuve. Einde wedstrijd, dames. We danken ook de mensen van ABC Drukkerij, Ambulance, EMS, Derito, Iveco, Kamaert, Altebra, DSVD Painting en de mensen van Verdassur. We gaan nog eens naar de livebeelden kijken met nog altijd de dame aan de leiding, Sophie de Vuist. We zien daar ook nog de uitslag van de rush verschijnen. Het is nog, ja, een goede 20 kilometer wedstrijd. En veel zal afhangen of Sophie nog iets wat heeft aan toch nog een paar ploegmates die zich daar ook mee in dat groepje van 33 hebben genesteld. Einde van de wedstrijd voor alle dames die nu nog naar de streep komen. Het is end of the race. Einde van de wedstrijd voor alle dames die nu over de streep komen. En wij blijven verder kijken naar de dame aan de leiding. Kan zij haar prachtseizoen verzilveren? De kers op de taart plaatsen met haar Flanders Ladies Classic Sophie de Vuist te winnen? Vraagteken uiteraard. Want als ze straks naar de streep komt, dan moet ze dit nog twee keer volmaken. Krijgt ze daar al reactie op die beelden? Ja, er is één iemand op komst. En dan zitten daar nog wat motards en wagens tussen. Dat heeft Sophie nu ook heel eventjes gezien. Dit kan in haar voordeel gaan spelen. Wauw, wie heeft die sprong gemaakt? Dat was toch hier aan de streep. 35 seconden. Eén dame is op komst. Is dat eentje van Lotto Soudal? Ze zijn op komst, beste mensen. Dat ziet u op de beelden. Deze gure weersomstandigheden die spelen uiteraard niet in het voordeel van de dame aan de leiding van Sophie de Vuist. En zij gaat gezelschap krijgen van die achtervolgers. Daar is één dame die dat sprongetje al gewaagd heeft, maar ook de rest zit daar heel kort achter. En zo krijgen we een volgende wending in deze toch wel geanimeerde uitgave van deze Flanders Ladies Classic Sophie de Vuist, de laatste manche van de Lotto Cycling Cup.
Het is wel degelijk eentje van de formatie van Lotto Soudal Ladies die Sophie de Vuist gaan vervoegen is. En dan, we kijken met u op de beelden, maar daar is ook die achtervolgende groep al. Wedstrijd te herdoen voor Sophie de Vuist. Dat kunnen we nu stellen. De achtervolgers, het overblijvend gedeelte van de groep, die op het punt staan om de wedstrijd opnieuw nogmaals een andere wending te gaan geven. Je bent eigenlijk een interview met mademoiselle Ero. Ja, l'année passée, vous avez gagné cette course. Aujourd'hui, le forum, c'est bon? Oui, la forme, ça va. Après, la course est différente, donc on verra. J'espère être en forme. Et aujourd'hui, avec une équipe bien formée? Oui, on est en forme, les filles qui ont gagné hier. Donc, et puis même la semaine dernière, donc voilà, c'est bien. Ok. En ieder geval, veel bon succès hein, avec votre équipe. Veel succès met het team van. Twaalf seconden krijgen we door via de wedstrijdwagens. Dankjewel voor deze informatie. De finale gaan we induiken op twee ronden van het einde. Inderdaad, er komt nog een rush aan. We zitten op twee ronden van het einde, dames en heren. Nog een goede twintigtal kilometer. En dan weten we wie de opvolgster wordt van Severine Ego. De dame die we zo net nog aan het interview zagen. Het beeldmateriaal dat verzameld is bij de start. Daar komen de wagens. We gaan nog heel eventjes de chrono bekijken. Ja, nog twee ronden inderdaad. Still two laps to go, dus nog twee ronden wedstrijd. Ja, nog een goede 20 kilometer inderdaad, dat klopt ja. De hamvraag is of Sophie met haar kompanen van Lotto Soudal Ladies uit de voorwacht blijft van het resterend gedeelte van die achtervolgsters. Daar hadden we hooguit nog een dertigtal deelnemsters. Inderdaad, dat kunnen wij hier bevestigen en beamen dat zij deze wedstrijd gekleurd, gesmaakt, gekruid, gemaakt heeft. De laatste
tientallen meters die er aan zitten te komen. Weliswaar in de rekenschap dat we nog twee ronden af te werken hebben. We gaan ze nog eens aanmoedigen, beste mensen. Want dit hebben ze, of heeft zeker en vast verdiend in haar grote prijs, Sophie de Vuist. Nog twee ronden te gaan. We gaan nog wat punten bij elkaar sprokkelen voor een van de laatste rushes die er zit aan te komen. Daar zijn ze. Nog twee ronden te gaan en het was 15 seconden achterstand. Ook deze dames zullen dat alvast in de gaten hebben. Nog twee ronden te gaan, nog twee ronden wedstrijd. Met Julie van der Velde die in de slipstream zit van Sophie. Nou, dit is toch nog meer hoor dan 15 seconden. Daar is de reactie. We kijken op de chrono. Nog twee ronden te gaan. 17 seconden. 17 seconden. 17 seconden. Met Nancy van der Burg. Die toch ook bezig is aan een bijzonder sterke wedstrijd. Hoor. De dame van het Jos Ferron Lady Force team. 17 seconden. En nu gaat het uiteraard op. Of 23 werd ons gemeld. Nu ja, goed. We gaan dat allemaal mee bekijken op de livebeelden hier aan de streep. De laatste ontwikkelingen. Hoe hard deze wedstrijd is gemaakt, mede door de weersomstandigheden. Nog twee ronden te gaan voor alle deelnemsters. Christina Schweinberger, dat was een van de dames die ook heel eventjes mee in de prille aanvangsfase de wedstrijd een bepaalde wending in te sturen, maar daar niet in geslaagd is. Ja, kijk eens aan. Er zijn serieuze kloven geslagen in dit wedstrijdverloop. Er komen nog enkele rensters, maar dat is al op ruime achterstand. We gaan richting de 3 minuten. Dat is de achterstand voor heel wat dames van de 159 initieel gestarte deelnemsters. Nog twee ronden wedstrijd. Ja, dit worden allemaal nog lange kilometers voor de dames die nu nog naar de streep moeten komen. Minuten, daar spreken we over, die tikken weg. Geen lotte competitie vandaag, dames. Geen lotte competitie vandaag. Die staat aan de leiding. Ja, dat is jammer. Is er iets met dat we haar afwezigheid hier hebben vandaag? Ik heb haar eigenlijk niet gehoord, dus ik weet niet waarom dat is. We weten het niet. Oké, okay, en jullie met het team, vijf dames, gaan ervoor strijden? Ja, we gaan ons best doen. Het is een heel mooie pet. Dus we gaan er zo mee gaan. Okay. In ieder geval veel succes. Lotto Soudal, ladies. Thank you.
focus peloton verliest eraan. Achterstand is terug 37 seconden. Wat doen we in de kaart? De straat 6 seconden. Dat is een Julie van de Velde en Sophie de Vuist. Maar vooral Sophie de Vuist is de smaakmaakster van deze editie 2019 van de Flanders Ladies Classic. Sophie de Vuist, de laatste manche van de Lotto Cycling Cup. We gaan meekijken op het beeld of we daar misschien heel eventjes op die iets wat bredere stroken kunnen kijken wat het verschil is. Want we hebben geen verbinding met de wedstrijd, dus we kunnen u ook geen tijden doorgeven, helaas. Maar dat het spannend wordt, daar kan u van op aan bij die laatste passage. 20, 23 seconden, daar spraken we over. Zijn deze twee dames bij machten om die laatste, wat is het, minder dan 20 kilometer succesvol af te ronden? Sophie de Vuist, die uiteraard de komst van Julie van de Velde bijzonder hard weet te appreciëren. En dat ziet u ook aan de beelden. Zij die ook haar deel van het werk mee opeist. Katrien Schweinberger hier, ja. Oh. Katrien, ja, laatste marsje, heute. Ja. Was erwarten Sie? I think it's going to be a tough race, but we have a really good team here, so we give our best and then we will see if we're still the first in the team classification. Ze staan eerst in het clubklassement, dus dat zou voor hen moeten een zware race worden, zegt ze. Maar in ieder geval, ze zullen er al hun best aan doen om die toppositie vast te houden. Wish you good luck today with the team, very strong team. Yeah, I'm really proud of the girls and we give our best today. Alright, thank you very much, good luck. Katrien Schweinberger is staat.
We gaan af op de beelden, dames en heren. We hebben gezien dat we stilaan opnieuw de aankomstzone naderen. Dan gaat de bel weer klinken. Wat is het? 20, 25 seconden. Nou, kijk eens aan. Julie van de Velde, die ook meer dan haar deel van het werk nu opeist. In die open vlaktes, die pittige stroken, daar waar de wind vrij spel heeft. Daar waar het ja, misschien in het nadeel kan spelen van de twee, maar het moet gezegd, ze blijven toch nog altijd voor dat ja, achtervolgend groepje uitrijden. Ook daar hebben ze uiteraard al heel diep moeten gaan in de krachtenbundel. Daar zal ook al een beetje het vet van de soep zijn. En zo krijgen we de situatie dat die twee, kijk, de wagen die daar nu weer achter gaat rijden, dat zou theoretisch betekenen dat we weer wat gaan uitlopen. Dat we naar die halve minuut gaan. Als dat uiteraard klopt in de afzink naar Steenhuizen. Daar waar de streep ligt. Daar waar de bel weer klinkt binnen enkele ogenblikken. En uiteraard uw aanmoedigend applaus. Want dat hebben deze twee dubbel en dik verdiend. Mooi dat we dat nog eens in beeld krijgen met de twee Belgische rensters in de leiding van deze Flanders Ladies Classic, Sophie de Vuist. Waar de eerste wagens zich al melden en voor alle duidelijkheid, ze zijn nog altijd aan de leiding deze twee. Krijgen we daar nog eens een beeld van de montaars met de tijdsindicaties. We zitten op 2 kilometer van die allerlaatste doortocht. Ja, dit moet de twee moed geven. Sophie de Vuist en Julie van de Velde. Want ook de achtervolgsters die zijn momenteel niet bij machten. Ook al is het een halve minuut om die kloof te dichten. Zij moeten moed halen uit het feit dat de bel en uw applaus straks nog één keer gaat weer klinken. Bij het aangaan, bij het inzetten van die allerlaatste ronde. Die laatste 14, 15 kilometers die er aankomen. Dit is het. In de afzink naar de streep zitten we. Kijk, ze krijgt nog wat info mee via de wedstrijdsjury. Hier aan de streep gaan we nog eens een laatste maal de chrono zijn werk laten doen. Daar zitten ze in dat bochtige gedeelte, net voor de streep.
We gaan het nog eens aanschouwen. Hier aan de meet, dames en heren, in de finale, in de apotheose van deze Lotto Cycling Cup. De laatste manche, de Flanders Ladies Classic, Sophie de Vuist. Hoeveel bedraagt de boni van deze twee? Dat is de hamvraag, dat is de slotvraag. De nieuwe top bij het ingaan van de laatste ronde. Dat is goed, collega. Laat jullie niet afschrikken, beste mensen, door dit gure weer. Want deze twee dames verdienen alle applaus. Zij hebben de wedstrijd nu al gemaakt. Laatste ronde. We spreken over een halve minuut. Laatste ronde. Het is het volle gaspedaal induwen. Wij hebben dat ook gedaan met de chrono. En gaan kijken wat die aangeeft. Hoeveel bedraagt het? We gaan de blikken eens aanschouwen bij de achtervolgsters. Ja, ook zij kunnen er niet zomaar naartoe rijden. En de bel die weer klonk, dat geeft natuurlijk moed aan de twee leidsters. Ja, het wordt meer dan een halve minuut hoor. Dan ziet het er bijzonder goed uit voor deze twee. In de laatste ronde, de kilometers die wegtikken, die wegvloeien onder de regendruppels door. Ja. 45 seconden zitten we nu al, beste mensen. Ze zijn vertrokken, die twee. Kijk, ook hier, we hebben dat ook gezien met die andere dame, met Kelly van den Steen, die tot op 15 seconden, 1 minuut. 1 minute. En daar is het achtervolgend groepje. Het is maar 1 ronde meer en het is 1 minuut. Kijk eens aan, final lap of the race, dernier tour. Hier komen ze door. 1 minuut 23 seconden. En dat heeft alles te maken ook met de stoorzenders van formaat van het Parkhotel Valkenburg. Die er alles aan doen om de boel lam te leggen. Ja, hoed af voor de twee. Voor Sophie de Vuist en ook Julie van der Velde. Maar het zou een bekroning op het werk zijn. Van een prachtig seizoen om het hier af te ronden, succesvol af te ronden. Maar dan moet ze wel nog Julie van der Velde weten kwijt te spelen. 1 minuut 23 seconden, kijk eens aan. Wat hebben die twee, maar vooral Sophie de Vuist, een dijk van een wedstrijd gereden. Kijk, daar krijgen ze dat nog eens door. De bevestiging op de motorbeelden. Het tijdsverschil dat hen vleugels moet geven. In die laatste 10 kilometer. Laatste ronde. Opletten, want er komen nog rensters naar de streep. Ook deze dames die de bel laten aanhoren. Japura en dan de rest van het uit elkaar geslagen deelnemersveld. Ook deze dames moeten in deze gure weersomstandigheden die laatste pittige ronde nog gaan afwerken.
We krijgen nog eens het beeld, terwijl er nog dames de laatste ronde moeten ingaan van de twee waar we vandaag ons petje voor afnemen. Vooral voor de prestatie van Sophie de Vuist. En het is uiteraard in haar voordeel geweest dat Julie van de Velde die sprong succesvol naar voren kon afronden. 1 minuut 30 is het nu al voor deze twee. De twee Belgische, wat is dat mooi om de Flanders Ladies Classic Sophie de Vuist in die finale plooi zien te komen. Twee Belgische rensters, twee top Belgische atletes die straks gaan strijden voor de opvolgster van Severine Hérault. En we hebben voor u uiteraard ook nog het laatste interview van de dag klaarstaan. Het laatste startinterview dat er zit aan te komen met de dame die haar wedstrijd gemaakt heeft. Kan het mooier. Sophie de Vuist die komt er binnen enkele ogenblikken aan, dames en heren. Dan moet u maar eens naar kijken. De wijkkoers hier vandaag, de grote prijs Sophie de Vuist. Aan wie kunnen we dan anders een vraag stellen dan aan Sophie zelf, hè? Applausje erbij, jawel, dat mag al. Sophie, meer parcours helpen uittekenen. En dan toch nog een beetje verandering moeten inbrengen. Ja, nog een kleine wijziging op het einde. Misschien kunnen we in de toekomst wel ieders erin hebben, maar dit jaar is er niet bij. Ja, de weersomstandigheden bepalen dat het misschien wat gevaarlijk zou geweest zijn. Ja, ik denk dat we vandaag nog gaan meevallen in deze namiddag. Maar het is het voorzorg dat de bus eruit gehaald is. Maar toch nog de bergprijs met de drie toch wel bultjes in het parcours waar we toch wat verwachten misschien, hè? Ja, ik denk dat het een mooi parcours is in de Vlaamse Ardennen. En Berendries en opeenvolging daarna met de Vossenmol en de Eikenmolen zal wel doorwegen. Dus we gaan proberen om daar toch iets te forceren. Hopelijk blijft het droog vanmiddag. Ja, dat hoop ik ook. In ieder geval veel succes op je eigen grote prijs Sophie de Vuist vandaag. Jawel. Kijk eens aan. Dank om deze beelden ons nog eens te tonen. Daar waar ze om 15 uur van start zijn gegaan, had ze toen dat plannetje al in het achterhoofd op juist op die Berendries haar duivels te ontbinden. En daar zit ze nu met Julie van de Velde in de finale, in de laatste kilometers van haar grote prijs. Dit is mooi en dit zullen de organisatie als ook alle belangrijke partners van dit gebeuren alleen maar kunnen beamen, dat deze twee Belgische topatleten gaan strijden voor de Flanders Ladies Classic Sophie de Vuist, de editie van 2019. Daar waar Kelly van der Steen niet in geslaagd is, daar is Julie van der Velde wel in geslaagd. Zij heeft de sprong gemaakt naar de leidster. De dame die haar eigen wedstrijd kleur heeft gegeven. Kan het mooier, deze wielersport. In de slotkilometers van deze laatste manche van de Lotto Cycling Cup. Wie heeft de meeste krachten nog over aan het einde van deze zware manche, deze laatste onder de gure omstandigheden in die smalle steegjes, daar waar de wind vrij spel heeft, waar deze twee succesvol in geslaagd zijn om het onder hen uit te gaan maken wie deze editie binnen dit en een paar minuten gaat winnen. Want we zitten op enkele kilometers van het einde van de apotheose van deze Flanders Ladies Classic Sophie de Vuist.
Groep, vierde plaats, Steenhuizen, Wijnhuizen. Oké. Komt nu terug tot 1 minuut en 10. Peloton revient met nageske 1 minuut 10 seconden. Capitie, de two riders in front en de bunch is now 1 minute and 10 seconds. Laatste 3 kilometer voor de leiders. En ondertussen zijn onze twee leiders de 3 laatste kilometer begonnen. Dan komen als met front en 9 kilometer weg met de coureur aan tijd. We gaan ons opmaken, dames en heren, om deze twee klasbakken een oorverdovend sportief applaus te geven. Deze twee, Julie van de Velde, maar vooral Sophie de Vuist, voor wat zij hier vandaag ten beste hebben gegeven. Dit zou hopelijk voor haar de kers op de taart moeten zijn van een meer dan geslaagd wielerseizoen. Sophie de Vuist die al meerdere keren probeerde een gooi te doen om haar grote prijs achter haar naam te zetten. Achter haar indrukwekkend palmares, de winnares van de Brabantse pijl. De ereplaatsen die zich opstapelden in de Ronde van Italië. De Grand Boucle, daar waar ze ook nog net buiten de top 10 eindigde. En alle andere prestaties. Wie wordt de winnares? Wie wordt de opvolgster van Severine Hero? Het zal een Belgische zijn. Dat kunnen we nu al uitsluitsel overgeven. Het zag er benauwd uit met 23 seconden op een gegeven ogenblik. Maar nu ruim boven de 1 minuut. Zag er op een gegeven moment benauwd uit, ook voor de situatie van Sophie de Vuist. Daar waar die achtervolgsters terugkwamen tot wat was het, hooguit 32 seconden. Maar dan kreeg ze dat gezelschap van Julie van de Velde. Kijk, daar krijgen ze nog eens de laatste tijdsindicaties door in de slotkilometers van deze Flanders Ladies Classic. Sophie de Vuist, diepe buiging voor deze twee klasbakken. Op dit best pittig parcours en in de weersomstandigheden van vandaag zijn zij de twee grote kampioenen.
van deze laatste manche van de Lotto Cycling Cup. Sophie die daar nu in tweede stelling zit. Julie van de Velde, iets wat het commando opdringt. Voilà, in de laatste kilometer zitten we, dames en heren. We gaan ons opmaken voor een eindsprint met deze twee klasbakken. Sophie de Vest en Julie van de Velde. In de allerlaatste kilometer. Kijk eens aan, Sophie die er is vandoor gegaan na 51 kilometer wedstrijd. Daar op de Berendries, waar ze had gehoopt op wat gezelschap, heeft ze het merendeel van de wedstrijd alleen afgewerkt. Alleen een oorverdovend applaus gaat niet misstaan, beste mensen, binnen enkele ogenblikken. Ze zitten in de slotfase, in de laatste kilometer, de laatste hectometers. Daar gaan ze wel opdraaien aan de kerk nog één keer. We gaan reikhalzend uitkijken naar de apotheose, naar het sluitstuk van deze Flanders Ladies Classic. Sophie de Vuist wordt het. Sophie de Vuist herself wordt het. Julie van de Velde. De laatste honderden meters komen eraan. Sophie die uiteraard niet meer de kop gaat overnemen. Zij weet dat ze van hieruit een kans heeft om dit succesvol af te ronden. Gaat nu aanzetten, dames en heren. In de laatste honderden meter Sophie de Vuist die haar demarrage plaatst. Is dit niet te ver? Kan Julie van de Velde dit nog remonteren? Dit wordt een huzarenstukje. In die laatste honderden meters, daar komen ze met z'n tweeën. Sophie de Vuist die alles op alles zet in die laatste tientallen meters. Gaat zij haar grote prijs winnen? Het heeft er alle ogen schijn naar. Dames en heren, handen op elkaar voor de winnares. Wordt het Sophie de Vuist of wordt ze nog gerevolteerd? Nee, het is Julie van de Velde die het haalt. Kippenvel moment hier aan de streep. Sophie de Vuist die in extremis nog geremonteerd wordt. Ai, ai, ai. Dit is iets wat jammer voor haar. Maar wat mag ze terugkijken op een dijk van een wedstrijd. Ze is tweede geëindigd in haar grote prijs. Zij heeft de wedstrijd gemaakt. Applaus ook. Voor de rest van het deelnemersveld. Kijk, die zijn nog zeer dichtbij gekomen. Maar het is Julie van de Velde geworden voor Sophie de Vuist. Ja! Ja! Dat bochtje niet, hè, maar rechts, hè, want jij komt er nuffelijk aan de ding. Ja, ik dacht, ik zal een beetje plaats laten zien als ze doet, dat ik niet op de grond krijg. Ja. Goed aan. Ja. Ja. Goed rekening met jou. Ja. Uiteraard ook hoed af, bravo voor deze dames die nu de streep overschrijden. Voor ook deze dames in deze harde wedstrijd. Danielle Gas die daar nog bij zit. Ja. Thank you.
dat kan maar niet doen. Ja, maar die heeft die podium weg. Nummer 52, de sprint. Ik ga nu even naar het podium terug van de totaal treinkant. De van high-tech product. Wat een ontknoping, beste mensen. Wat een apotheose met Julie van de Velde, Sophie de Vuist, die misschien net iets te vroeg aanzetten. Wat zal het wezen? Zij is toch de morele winnaar van haar grote prijs. En dan hebben we het nummer 52 die beslag legt op de derde plaats. En het zijn de respectievelijke schepen, mevrouw Heidi Klop, Jan van Dammer en Benjamin Rogier. Zij hebben de eer en het genoegen om de felicitaties uit te reiken. Gaat dus op het podium staan, beste dames, met Lonneke Huneke, derde plaats. Tweede voor Sophie Thuis en de winnares van vandaag, zoals genoemd, Julie van de Velde. Voilà, de vrouwen schepen en de twee heren schepen hebben de eer en het genoegen om de felicitaties te overhandigen aan deze drie podiumplaatsen. De drie zoenen en de ruikers uiteraard. En dames en heren, nogmaals is u welkom in dat applaus voor Lonneke Huneke, Sophie de Vuist en Julie van de Velde. Bravo! En de foto's zijn er misschien, is net van het podium komen en allemaal mooi naast elkaar deze drie laureaten om nog eens de goede wens te trotseren van het goedkeuren ook van onze prominente figuren van deze Lotto Cycling Cup, vooral ook van deze laatste manche, de Flanders Ladies Classic, Sophie de Vuist. Als deze foto's genomen zijn,
van de eerste stuk bewondering van de uitslag van de wedstrijd van deze laatste manche van Hamer. Uiteraard ook nog een dagklassement te eren, alvorens we de respectieve partijen gaan uitreiken. Deze dames mogen heel eventjes het podium verlaten. Is de heer Jan van Dalle, schepen Jan van Dalle, die de eer en het genoegen heeft om deze ruiter te onderhandelen naar aanleiding van het dagklassement dat achter de naam komt van Sophie de Vers, dagklassement voor de Russes. Bravo, Sophie. Voilà, ook nog heel eventjes op de gevoelige lens met een glimlach, de immer glimlach van Sophie de Vuist, die haar wedstrijd zelf heeft kunnen hergeven. De laatste die we uitreiken is nog een dagklassement, dames en heren, en dan hebben we het over de bergprijs. Ze mag blijven op het podium, want ook deze heeft ze dubbel en dik verdiend. Nog eens uw dame een applaus voor Sophie de Buis. En mevrouw Heidi Knop heeft de eer en het genoegen om deze werken te overhandigen. Het dagklassement van de bergprijs die logischerwijs afhandelt op de beelden en de prachtprestatie op naar Sophie de Buis. Bravo, Sophie. Voilà, ook hier gaan we dat allemaal nog eens netjes op de gevoelige lens posteren. En dan hebben we het daguitslag, hadden we dit voor bekeken. Dan gaan we, dames en heren, zoals het eigen is aan deze Lotto Cycling Cup, de respectievelijke truien huldigen. En we beginnen met het algemene bergklassement. De blauwe trui aan het sluitstuk van deze Lotto Cycling Cup vragen we ze nogmaals op het podium. En u daar een applaus voor Sophie de Buis. Winnares van de blauwe trui bergklassement. En de heer Patrick Teunings heeft de eer en het genoegen om deze onderschouders te heersen van Sophie de Buis, deze prachtige blauwe trui. De man van de Brugse pannenkoeken mag gerust zijn tijd nemen, want ze verdient alle aandacht, vooral vandaag op haar grote prijs. En ook de bloemen en de check die wordt haar nog overhandigd. En dat heeft ze verdiend. De blauwe trui die mee huiswaarts gaat. En uw applaus, dames en heren. Vallen nog heel eventjes forceren. Dat is al gebeurd. Mooi. Dan kunnen we doorgaan met de volgende trui die we graag figuurlijk en ook letterlijk in de bloemetjes zetten. Dat is de groene trui, dames en heren, en die staat voor het algemene Russisch klassement. Ze komt opnieuw op het podium en uw applaus weer klinkt nogmaals voor Sophie de Buis. Het is de heer Frank Arijs van Victoria die de eer en het genoegen heeft om de trui te onderhandelen. En uiteraard ook de zekere prachtige ruiken. Voor deze maximeen huiswaartsleven. Wat een dijk van een wedstrijd heeft ze gereden, dames en heren. Laat nog maar eens uw applaus weer klinken voor deze dame. Sophie de Buis. Bravo, Sophie. Dan zitten we, dames en heren, aan de voorlaatste trui die we willen huldigen. Manche van deze Lotto Cycling Cup 2019. Voor de felicitaties, drie zoenen zoals dat hier in Steenhuizen hoort. En u daar een applaus, dames en heren. We hebben nog de winnende ploeg die we gaan eren, maar eerst uiteraard, dames en heren, terwijl de laatste foto's worden genomen van de witte trui, hebben we het eindklassement, de winnares. Bravo!
winnares van de London Cycling Club, dames en heren, 2019. En het is de heer Bjorn Verheij van de Lotto die de eer en het genoegen heeft van deze nieuwe leidenstrui 2019 om de schouders te hezen van deze dame die een bijzonder prachtige manches heeft afgewerkt van de Lotto Cycling Club, de Sek en de Bloemen. En uw applaus voor Daniela Kaas, dames en heren! En opzij krijgen nog de bloemen overhandigd, want dit is de laatste huldiging voor het beste team van deze Lotto Cycling Cup. Zij staan nog eens mooi naast elkaar. Ze krijgen de ruikers uit handen van de mensen van de organisatie die lopen terugblikken op een meer dan geslaagde editie 2019. Met de belangrijke partners en met onze schepenen die hier op het podium staan. Mogen zij nog eens de felicitaties, de drie zonen, de ruikers overhandigen. Voor de dames van het Haalmeet, de ladies team. Proficiat dames voor de titel van beste team. Aan het einde van het gebeuren van deze Lotto Cycling Cup. En uiteraard met onze prominente figuren mag u laatste applaus voor deze winnende ploeg nog eens verdienen, dames en heren. Bravo! Prima, zijn de bloemen! We zijn de bloemen al! En dan vragen we er uiteraard ook alle andere laureaten nog eens bij met Lonneke Uneken, met uiteraard Sophie de Vuist, de eindwinnares Daniela Gas en Julie van der Velde, winnares van deze Flanders Ladies Classic, Sophie de Vuist, die mogen allemaal nog eens mee op het podium. En nu, Steenhuizen, laat nog eens een laatste maal uw applaus weer klinken voor deze laureaten van de Lotto Cycling Club Flanders Ladies Classic, Sophie de Vuist. Julie van der Velde, proficiat met jouw overwinning. Wat een wedstrijd. Had je dit verwacht van jezelf? Ja, eigenlijk wou ik mee zijn op de Berendries met Sophie, maar ik zat iets te ver. Dus dat vond ik wel jammer, maar gelukkig kon ik dan in de plaatselijke rondes de aansluiting maken. Dus ja, daar ben ik wel blij om. Ja, Kelly die probeerde het jouw ploegmaten. Zij is er niet in geslaagd. Ze is tot op 20 seconden. Wanneer had je het verwacht dat je zelf jouw moment uitkoos om dat gaatje te gaan dichten? Een keer dat Kelly teruggenomen was, kreeg ik instructies van de volgwagen van Danny dat ik zelf iets moest proberen. Omdat het gat kleiner aan het worden was, dus dat de ultieme kans was om de sprong te maken naar Sophie eigenlijk. Ja. De laatste honderden meters, Sophie de Vuist die aanzet waar we dachten nu gaat ze haar eigen koers gaan winnen. Maar dan kwam jij toch nog sterk opzetten en je remonteerde haar. Ja, ik denk dat ze net iets te vroeg de sprint aanhing. Waardoor dat ik nog even in haar slipstream kon blijven en zo haar toch nog kon remonteren. Ja. Proficiat, en een slotvraagje, tevreden van jouw seizoen? Ja, ik denk dat ik dit seizoen wel een stap voorwaarts gezet heb. En ik ben blij dat dat nu ook beloond wordt met een overwinning. Waar mogen we jou nog verwelkomen de komende weken? Nu 31 augustus Plouet. En dan de Lotto Belgium Tour. En daarna hopelijk een WK-selectie. Geniet nog van je overwinning, Julie van der Velde. Dankjewel. Daniela Gas, congratulations, winner of the Lotto Cycling Cup. But what a race today. Thank you very much. It was a very hard race, also with the weather conditions and the climbs. It's not so my favorite, and I'm happy that it's done now. I can imagine. Did you expect you could win this Lotto Cycling Cup 2019? It was a little bit surprising for me. I was sure you always hope that you can win. And after a few races, I was very good in the rankings, so I go for it. And yeah, then if you are so close, then you want to bring it home.
So that means that next year we will definitely welcome you again in this Lotto Cycling Cup. That would be a pleasure. Okay, we hope to see you back, and congratulations with the victory, the winner of this Lotto Cycling Cup. Thank you very much, Daniela Gas. Thank you.